In 2018 organiseerden de Nierstichting en de Willem Kolf Stichting de Kolf Battle. Kijkt u even mee terug naar wat beelden uit het archief. Goedendag allemaal, mijn naam is Wouter Geelhoed en ik zou graag namens ons team LUMC onze bijdrage aan de Kolf Battle willen presenteren. En hiervoor hebben wij de automatisch terugtrekkende naald voor dialyse ontwikkeld. We zijn dit concept gekomen door met verpleging te praten, door met patiënten te praten. Die kwamen met dit grote probleem en hier hebben wij dus een oplossing voor bedacht. Wij denken dat echt een bijdrage kan leveren aan de verbetering van het leven van de patiënten. De winnaar van de Battle of Universities 2018 en daarmee de winnaar van de Van Noordwijk Award 2018. Een veelbelovende winnaar dus, maar wat is er na 2 jaar van deze winnaar geworden? Wouter Geelhoed, inmiddels niet meer werkzaam bij het LUMC, vertelt telefonisch over de afgelopen 2 jaar en de ontwikkeling die de automatisch terugtrekkende naald heeft doorgemaakt. Het is heel erg leuk dat er zo'n initiatief is. Het is heel erg leuk dat je de mogelijkheid krijgt om een idee verder door te ontwikkelen. Het merendeel van de prijs is naar een 3D-printer gegaan. Dat was een redelijk dure printer, maar ook een hele goede 3D-printer. Daar konden wij prototypes mee maken. Het speciale aan die printer is dat hij gewoon met hele kleine details, hele hoge resolutie en hele goede materialen kon die hele kleine onderdelen ook printen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor zo'n naald. En daarmee konden we gewoon heel veel tests doen, kijken, ja, werkt dit? Nee, dan weer een volgende ontwerpje, even kijken of dat past. Daar konden we heel veel prototypes en heel veel tests mee doen met het geld voor die printer. Er is een artikel over geschreven. Die is nu onder review. We hebben een patent op aangevraagd. Dus in wezen is het concept is gewoon gezien als nieuw. Het is gewoon innovatief, voldoet aan de eisen van het aanvragen van een patent. In de commercialisatie is het dus protected. Dat maakt het natuurlijk ook wel sterk voor een partij die het over zou willen nemen. Maar we hadden na de Kolf Battle hebben wij ook nog een subsidie ingediend. Dat is een take-off 1 subsidie bij de NWO. Dat is een haalbaarheidsstudie voor commercialisatie van academische kennis. Die hebben we toegekend gekregen en daarin hebben we toch een haalbaarheidsstudie kunnen doen. Een marktanalyse kunnen doen. Daarbij hebben we nog wat meer testing kunnen financieren. Nog wat validatie-experimenten verder kunnen financieren. Dus die Kolf Battle, die 7.500 euro die we hebben gewonnen, die heeft eigenlijk geleid tot een langer traject. Dat wij eigenlijk een grotere subsidie daarvoor hebben aangevraagd bij de NWO. Die ook hebben toegekend gekregen. Dat was ook wel heel mooi natuurlijk. Want uit die validatie, die haalbaarheidsstudie, komt ook veel meer informatie. Daaruit hebben we echt ondervonden dat het toch moeilijk is om die marktanalyse te doen. Of dat het toch complex is om zelf zoiets door te ontwikkelen. Dus daarin zijn we wel toch verder gekomen dan als je het eenmaal zelf moet doen. En we zijn uiteindelijk op zoek gegaan naar industriële partners. En dus daar zijn we de afgelopen, denk ik, 3/4 jaar voornamelijk mee bezig geweest. Om te kijken of er toch partijen zijn die zo'n naald op de markt kunnen brengen. Want het is toch wel heel, heel erg complex met een naald. Het lijkt heel simpel. Een naald is een van de makkelijkere medische devices in deze. Wordt zoveel gemaakt. Alleen door de lage kosten, het is disposable. Is het financieel toch erg moeilijk, want je moet zulke gigantische hoeveelheden van zo'n naald produceren. Je moet echt manufacturing facilities opzetten om zo'n naald maar goedkoop te krijgen, genoeg te krijgen voor disposable gebruik. Daar zit heel veel achter. Dat is toch wel een vrij complexe industrie.
het ligt nu niet zozeer bij de ontwikkeling van het concept R&D-wise, maar meer ja, in het zoeken naar die partner. En daar zijn ze wel actief mee bezig in het MBMC, dus dat doen ze wel goed. Wat ik voor de toekomst hoop, is dat er aan de ene kant ja, verder kan worden gegaan of met het concept. Dat daar een partner voor wordt gevonden, dat er nog wat R&D aan wordt gedaan, dat er toch, zeg maar, toch gaat tot naar een toepassing waar de patiënt baat bij heeft. En dat nou, natuurlijk liever vroeger dan later. Ja, een alternatief is dat er gewoon een andere toepassing komt, want er is gewoon een probleem waar een oplossing moet worden gevonden. Ik weet dat ook andere bedrijven aan het probleem werken, dus hopelijk komt gewoon één van die mogelijkheden snel naar de markt en snel naar de patiënten. Wat nog meer belangrijk is dat er misschien wat meer onderzoek naar wordt gedaan. Als ik naar de afdeling ging en ik praatte met patiënten wat ze zo vervelend vonden, dan ja, vonden ze toch heel vaak, het prikken staat wel heel hoog aan het lijstje. Dus ik denk dat het wel goed is als daar meer onderzoek naar wordt gedaan van de gevolgen van het prikken, gevolgen van het misprikken. Dus ik denk als er meer onderzoek naar wordt gedaan en het probleem duidelijker wordt gedefinieerd, dat ook beter, dat zal ook eerder leiden tot een oplossing.